Hallo en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag laat ik jullie zien hoe je zelf een elektromagneet maakt. Een elektromagneet is iets dat bijvoorbeeld een paperclip kan optillen. Nu kan de elektromagneet bijna niet de paperclip optillen. Ik ga jullie namelijk laten zien dat hij deze paperclip naar hier kan brengen. Ik druk hier op de knop. Ik pak de paperclip. En ik plaats hem hier naartoe. En nu zie je dat de paperclip hier naartoe is gegaan. Laten we beginnen. Een elektromagneet maken is helemaal niet zo moeilijk. Je hebt een schroef of iets heel erg lang uit metaal nodig. Heel veel geïsoleerde koperdraad. Ik gebruik iets meer dan een meter. Een paperclip bijvoorbeeld om het uit te testen. En een batterij. Hoe meer draad je hebt, hoe steviger en hoe krachtiger de elektromagneet is. Je begint met je stukje metalen. Ik gebruik een schroef. Je begint eigenlijk aan een van de einden van je schroef. En je begint je draad voorzichtig rond te winden. Zoals jullie kunnen zien heb ik ongeveer 1 meter geïsoleerde koperdraad rond mijn schroef gewikkeld. Zorg zeker dat het heel erg dicht bij elkaar is. Ik heb ook hier nog een paar draadjes overgelaten om het aan de batterij te koppelen. Het zit nu aan de batterij en het zou dus kloppen als ik nu deze paperclip zou kunnen optillen. Als jullie dit nu een leuke video vonden, doe dan dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer gratis op mijn kanaal en tot een volgende video.